Nou, welkom bij deze video. In deze video wil ik het met je gaan hebben met stop de verslaving met deze stappen. Er zijn 4 stappen dat je dient te volgen als je wilt vrijkomen van je verslaving. De stappen om te volgen wil ik graag in deze volgende diagram voor je uittekenen. De eerste stap waar je mee te maken hebt is de T van trigger. De tweede stap zijn de handelingen. De derde stap zijn de gewoontes. En de vierde stap, dat is de verslaving zelf. Als jij dus wilt vrijkomen van jouw verslaving, dan is het belangrijk dat je deze stappen gaat begrijpen. Stap 1, stap 2 en stap 3. De allerbelangrijkste stap is stap 1. Stap 1 is namelijk de trigger. De trigger is datgene dat het verslavingsgedrag in jouw leven activeert. Triggers, dat zijn dus bepaalde activaties van emoties die je dus stress kunnen geven, die je boos kunnen maken, bang kunnen maken, noem maar op. Die triggers die komen voort uit trauma. Dus laten we zeggen het volgende voorbeeld. Stel, als jij heel erg gestrest wordt wanneer iemand tot je schreeuwt. Bijvoorbeeld je partner. Weet je, jullie hebben ruzie. Ze zit tegen jou te schreeuwen. En je krijgt heel veel stress. En die stress zorgt ervoor dat je dan gaat handelen. En die handeling kan bijvoorbeeld zijn dat je wilt gaan roken. Of iets anders gaat doen, weet je wel. Gekke dingen wilt gaan doen. Maar die trigger, zij is niet diegene die jou die stress geeft. Maar die trigger, dat kan te maken hebben met dingen uit je jeugd. Het kan zijn dat je vader of je moeder, toen je klein was, telkens tegen jou schreeuwde. Haar stem deed verheffen. En dat maakte jou bang. En dat heeft heel veel stress veroorzaakt in je leven, bepaalde trauma's. Of je hebt gezien hoe je vader en je moeder zaten te schreeuwen met elkaar. En je merkt dat dan nu ook zelf in een relatie, dat er geschreeuwd wordt. Dat geeft dus inderdaad een bepaalde stress. Het triggert je, het geeft je stress en dan komt de handeling dat je wilt gaan roken. Nou, als je 1 keer rookt, een sigaretje of een jointje, dat is niet zo schadelijk. Maar als je dat op een gegeven moment vaak doet, dan wordt dat roken of een bepaalde handeling, dat kan zijn gokken, roken, seks, kan van alles zijn, dat wordt dan een bepaalde gewoonte. En je wilt namelijk niet dat het een gewoonte gaat worden. Want wanneer dat een gewoonte is, en wat is een gewoonte? Een gewoonte is een automatische handeling. Je denkt er niet bij na, je doet het gewoon onbewust. En hoe vaak je dat doet, dan kom je eigenlijk terecht bij stap 4. En dat is een verslaving. Dan zit je vast in je verslaving. En dat is ook wat het woordje zegt, verslaving, verslaving. Of verslaafd, het woordje verslaafd. Daar zit het woordje slaaf in. Dus je wordt eigenlijk een slaaf van jouw slechte gewoontes. En dat wil je natuurlijk doorbreken. Maar als jij hiermee aan de slag wilt gaan om te stoppen met die verslaving, deze destructieve leven, dan is het belangrijk dat jij gaat stilstaan bij stap 1. Wat triggert jou? Want deze triggers laten zien wat er in je leven afspeelt. Wat geeft jou stress? Wat maakt je boos? Als je daarover gaat nadenken en je gaat er een gesprek over en je kan ook met mij contact opnemen, ik bied hier een coaching, dan ga je erachter komen wat jou triggert. En als je daarmee gaat dealen met datgene wat er gebeurd is in je verleden, dan op een gegeven moment, dan word je niet meer getriggerd. Dan heb je ook niet meer die slechte handelingen, dan heb je ook geen slechte gewoontes meer. En dan heb je ook niet meer te maken met de verslaving. Maar het begint nogmaals om te achterhalen waar komen die triggers vandaan. Als jij hiermee aan de slag gaat, ga naar de website BMS Coaching en maak een afspraak. Bedankt voor het kijken. Voor meer video's en tips, volg mij zeker op social media. Oké, bedankt voor het kijken en een fijne dag gewenst.